Vanmorgen heeft er als uitkomst van een langdurig politieonderzoek een grootschalige actie plaatsgevonden in het zuidelijk deel van de stad Almelo. In het Nieuwstraatkwartier, waar bij een aantal woningen en panden naar binnen is gegaan. Mensen zijn aangehouden en er daarmee een forse slag is toegebracht aan een crimineel netwerk dat justitie wil gaan vervolgen. Daar zullen mijn partners in de driehoek zo dadelijk meer over kunnen vertellen. Ik ben daar zelf als burgemeester van de gemeente heel erg blij mee, omdat dit plaatsvindt in een deel van de stad waar ook het gemeentebestuur zelf al langer aan de slag is om sociale veiligheid en fysieke veiligheid op een hoger plan te brengen. Dat doen we samen met goedwillende ondernemers en bewoners van de buurt zelf. En het helpt daarbij dat we als gezamenlijke overheden ook laten zien dat we criminele netwerken, criminaliteit, het witwassen van crimineel verkregen middelen, het telen van hennep en het handelen daarin, dat we dat met elkaar tegengaan. Zodat we ook aan de wijk, aan mensen die daar wonen en mensen die daar werken, laten zien dat het ons allemaal menens is dat wij dat Nieuwstraatkwartier een mooi en een goed bestaan willen gaan bieden. Vanmorgen om 5:00 zijn we begonnen met actiedag als gevolg van een onderzoek wat zo'n 1,5 jaar geleden is gestart door een regionaal rechercheteam. De afgelopen periode heeft als gevolg van het onderzoek er al toe geleid dat er zo'n 18 herpkwekerijen in de omgeving van het Nieuwstraatkwartier in Almelo zijn geruimd door de politie. Allemaal kwekerijen die op een of andere manier een relatie hadden met dit onderzoek. Vanmorgen om 5:00 zijn daar in een integrale gecoördineerde actie met andere overheidsinstanties en overheidsdiensten zijn daar de eerste aanhoudingen in verricht. En ik kan u nu een voorlopige indicatie geven van de eerste resultaten tot nu toe. Er zijn 13 personen aangehouden inmiddels. Er zijn 12 zoekingen in woningen op dit moment gaande. 6 zoekingen in garages en 3 zoekingen in loodsen in de wijk. En er worden in de loop van de dag nog meer panden nader bekeken. Het onderzoek loopt nog volop. Die zoekingen hebben voorlopig opgeleverd dat er 13 voertuigen tot nu toe zijn in beslag genomen. Dat er 3 hennepkwekerijen alsnog zijn opgeruimd. En dat er ook een grote hoeveelheid kweekattributen en materiaal voor de inrichting van hennepkwekerijen is gevonden. Daarnaast is ook veel administratie in beslag genomen en beslag gelegd ook op banksaldi van diverse aangehouden verdachten. En daarnaast is er bij een van de verdachten ook een vuurwapen aangetroffen. De actie die vanmorgen in gang is gezet en waar de politiechef al over heeft bericht, is voortgekomen uit een rechercheonderzoek dat enige tijd geleden gestart is naar de georganiseerde henephandel en henepteelt door deze organisatie. Daar was voldoende aanleiding toe om dat onderzoek op te starten. En in de loop van het onderzoek is er zoveel materiaal en bewijsmateriaal gevonden om deze actie te rechtvaardigen. Het lijkt erop dat deze organisatie zich bezighield met de teelt van hennep, het kweken van hennep en het verhandelen van de opbrengsten daarvan. Daarmee werden criminele winsten gegenereerd, omvangrijke criminele winsten, en dat criminele geld werd witgewassen in andere vormen om legaal te kunnen besteden. En het witwassen van crimineel verkregen geld, de aanpak daarvan is een speerpunt van het Openbaar Ministerie. Dat betekent ook dat we bij de actie van morgen speciaal aandacht hebben gehad voor het afpakken van vermogensbestanddelen zoals auto's, scooters en andere voorwerpen die voor verhaal beschikbaar zijn. Daarnaast bleek in het onderzoek dat deze organisatie zich ook bezighield met het beschermen van haar criminele activiteiten door middel van het uitoefenen van geweld of bedreigingen of intimidaties in de omgeving en in aanpalende gebieden, waardoor deze organisatie toch een vorm van een onaantastbare status kreeg
en justitie en politie het van belang vonden om deze organisatie te ontmantelen. En daarbij is vandaag een eerste en belangrijke stap gezet. Onderzoek loopt nog, zal ook nog worden voortgezet. En over de resultaten daarvan zal later nog wel meer informatie volgen.